De provincie ondersteunt de kunst en cultuur in Brabant onder andere door steunfuncties. En we hadden heel veel verschillende steunfuncties, waardoor eigenlijk een versnipperd geheel ontstond. We hebben met elkaar gezegd, we zouden eigenlijk moeten proberen om die verschillende steunfuncties elkaar te laten versterken. En wie gaat er nou precies samen met wie? We zetten het nog even op een rijtje. De Noord-Brabantse Kunststichting, de Vereniging Brabantse Filmtheaters, de Organisatie voor Muziek in Brabant en Brabant Literair vormen samen in het vervolg het BKKC. De Stichting Het Brabants, de Brabantse Regionale Geschiedbeoefening en de Brabantse Museumstichting vormen nu samen Erfgoed Brabant. Het Centrum voor Amateurkunst en het Brabants Instituut voor School en Kunst vormen nu samen Kunstbalie. Uitinbrabant.nl, het Brabants Bureau voor Toerisme en Uit Marketingbureau vormen nu samen Uit in Brabant. Deze samenvoeging moet niet per definitie leiden tot minder provinciale middelen. En provinciale staten hebben ook gezegd, wij gaan hier 2 miljoen aan toevoegen om te zorgen dat die verbreding en versterking ook echt tot stand kan komen. Het was lang niet altijd makkelijk om die verschillende organisaties bij elkaar te brengen. Alhoewel ze dat zelf ook heel graag wilden, loop je tegen praktische zaken aan. Bijvoorbeeld over de huisvesting, maar ook over cao-voorwaarden die verschillend kunnen zijn. Een werkwijze die verschillend is. Dus het heeft veel kruim gekost, bij de mensen zelf ook vooral, om daar op één lijn te komen. Maar ik ben extra trots en blij ook voor hun dat het gelukt is. Petje af voor al die inspanningen.